Voorzitter, de aanval van Hamas op Israëlische burgers is gruwelijk, verwerpelijk en moet in de scherpst mogelijke bewoordingen afstand van worden genomen. En dat doen we dan ook als SP. In reactie zien we dat de Israëlische regering spreekt van regime change. We zien dat de Gaza-strook geblokkeerd wordt, dat er geen elektriciteit en geen water naartoe wordt gelaten. En de minister-president zei zojuist, ik volg het oorlogsrecht. Is de minister-president bereid te erkennen dat het collectief straffen van een bevolking, wat lang niet allemaal Hamas-aanhangers zijn, dat dat in strijd is met het oorlogsrecht en dat als je een bevolkingsgroep afsluit van water, dat ze dan maar heel kort nog te leven hebben? Hoe kijkt hij hiernaar? Zoals ik al zei, voorzitter, de randvoorwaarden die we wereldwijd met elkaar hebben afgesproken bij dit soort conflicten van proportionaliteit en ook van het humanitair oorlogsrecht, die kennen we allemaal en die zijn voor ons leidend. Het is allemaal nu in een fase waarin we heel precies moeten kijken wat er exact allemaal aan de hand is. Dus ik ga er nu geen uitspraken over doen, maar uiteraard volgen we dat heel precies. En die randvoorwaarden, ik heb ze genoemd, dat betekent toegang voor humanitaire hulpverleners, toegang voor hulpgoederen. En op geen enkele manier het mogen het doelwit verklaren van hulpverleners en onschuldige burgers.